een leuke vierde manche kijken. Alle manches bij elkaar optellen. We gaan dus vier keer dezelfde rit rijden en zien de volgende dames daar staan. Voor de Flying Bikes, Jet van Dam. Miss Danielle Gulmesmaas. We hebben voor Nijkerk Ilona Geurts Last. En dan wordt die spannend, dames en heren, met de volgende twee dames. De stand staat 2-1. Want Anita van der Mottel heeft twee keer een eerste plaats gescoord en één keer een tweede. En we hebben hier staan Tofra van der Velde. De verrassing voor vandaag. Die heeft namelijk de derde match gewonnen en heeft één keer gewonnen. Als Tofra van der Velde hier gaat winnen, dan is het de stand gelijk en is deze vierde match doorslaggevend. En gaat het dus heel spannend worden tussen Anita van der Mottel en Tofra van der Velde. Dames, veel succes. Die hot shot, wie pakt hier die hot shot? Anita van der Mottel, gaat ze dan toch de derde inscoren? Of is het daar aan de buitenkant de dame in het blauw-wit uit het Friesland, Joffrey van der Velde? Want het gaat spannend worden. Zo gaat natuurlijk Anita van der Mottel, gaat ze winnen. Maar als Joffrey van der Velde een plaatje gaat afschuiven, is de stap gelijk en is de vierde mars doorslaggevend. Wat doet Joffrey van der Velde? Gaat ze Anita Spinneke van der Mottel van haar stroom stoten? Ja, als ze gaat aardig in de buurt komen. Dit wordt een spannende, dames en heren. Kijk even naar, daar komt de aanval buitenom. Daar komt de aanval buitenom. Een hele verrassende finale. Kijk even naar. En wie zegt dat dames fietskoers niet spannend is? Oh, la 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 la. En dan hebben we hier de finale. En een sensatie, dames en heren. Want dit is een hele memorabele. Als inderdaad de uitslag deze mogen zijn. Dat deze vierde afsluitende manche is geworden door Joshua van der Velde. De stand is gelijk. En de vierde match zou daarmee doorslaggevend moeten zijn. En zou Joshua van der Velde heel verrassend provinciaal dresskampioen kunnen zijn geworden. De jury gaat de uitslag overgeven. Wij gaan naar de volgende finale.